Goedemorgen, middag of avond. En welkom terug bij Krimite. What did you need? Ik ben een intro aan het maken, dame. Goed, we zouden hierheen en naar de Undercroft. We gaan weer verder met onze quest voor de Dawnguard Vampires. Voor de Vulkihar Clan. We gaan eens even kijken wat er hier allemaal op ons te wachten staat. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Dawnguard is heel nieuw voor mij. Sommige questlines die heb ik al in mijn eentje ook al een keer gedaan. Want Skyrim is gewoon een hartstikke leuk spel. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het heel veel gespeeld heb. Maar, oh, wat gebeurt hier allemaal? Ik zie daar wat bewegen. Oh, ratten, fijn. Alsjeblieft. Even kijken wat hier allemaal is. Een deur. The old water cistern. On some days this would smell just. Be glad you weren't here then. Ja, oké. Nou, mooi. Woodcutter's axe. Uh-oh, deathhounds. Ik heb een hekel aan deathhounds. Chop. Precies door je oor. Hoe vind je dat? En er zijn meer, zie ik. Ja, daar heb je er al een. Where did you come from? Nou, dat zie je toch? Waar is die andere? Waar is de laatste deathhound? Hier ergens. Even kijken, kunnen we hier langs? Kunnen we dit openmaken? Nee, hè? Nee, dit ook niet. Nee. Feral vampire? Oh, we moeten daarheen. Ik zie het al. Ah. Nog een deathhound. Een feral vampire. Alsjeblieft. Kijk eens aan. Gratis en voor niks. Hier nog wat. Salt, aversion to magic. Ja, dat is al. Journal fragment. Nice. Epic loot. Even kijken. Books. Journal fragment. Ben wel benieuwd. Not good enough to live in their stupid keep, am I? Stupid sots don't realize I've moved into the Undercroft and started taking control of their own death hounds. I'll get my revenge. Ik zie het. Hier, alsjeblieft. Je mag hier wel zitten, zo. Prachtig. Je eigen stoel. Of vampire gauntlets. Heb ik nog niet gezien. Hide helmet. Waarom niet? We nemen het gewoon mee. Boeken. Ethereum Wars. Zoals altijd, ik scroll er even doorheen voor als het interessant is. Niemand anders wil het graag lezen. Ik heb een nieuwe quest erbij. Nieuwe quest. Destruction increased. Ook fijn. Deze hendel doet ook iets, blijkbaar. Oh, hier. De brug. Ja, dat versta ik toch niet als je wegloopt. Oh. Nou goed, ik zeg dat we hier links moeten. Dus. Dan doen we dat maar. Oh, dat is lekker. Wil je niet instaan, neem ik aan. Wat is dat voor geluid? Waar? Oh, deathhounds, nog meer. Hele stapel van schedels. Altijd fijn. Een vreselijk geluid. Sneak increased. Die hond die doet een beetje spastisch. Allemaal boeken. Allemaal ruined books. Daar heb ik helemaal niks aan natuurlijk. Nee. Oké. Oh, wat gebeurt hier nou weer? Er valt allemaal bloed van boven. En verse lijken, blijkbaar. Oké, waar gaan we heen? Oh, hier, een trap. Fijn. Superfijn. Nog weer potions en dergelijke. Leather strips, voor als we een keer een kleine SM-trip willen doen of zo. Oh, you're carrying too much shit. Dat is de vrije vertaling. Wat hebben we allemaal bij ons voor troep en onzin? Oh, we hebben nog heel veel van dit soort spul bij ons. Ik moet het allemaal nog in mijn kast stoppen, schijnt.
Goed, ik ga even inventory management doen. Oh. Even kijken, wat kan allemaal weg? Zo, we zijn weer iets lichter. We kunnen nog steeds niet belachelijk... Oh, nee. Spinnen. Echt. We kunnen nog steeds niet heel veel bij ons dragen, maar... Oh, kist. Ja, ik kwam erachter dat ik nog 6 dragon bones en 6 dragon scales bij me had. Ja, het tikt wel lekker aan. Dus we pakken alleen maar lichte dingen op die wat waard zijn. Of... Oh my... Die is heel wat waard, maar we laten hem liggen. Tenminste, wat is die enchantment? Heb ik die al? Magic damage? Nee, die heb ik niet. We zitten nu precies op onze limiet. Ik heb ook heel veel... Ja... Die scrap metals voor dwarven armor. Maar ik ga eigenlijk nooit dwarven armor gebruiken, denk ik. Dus ik doe ze maar weg. Het traint wel heel snel smithing, maar ik ben al smithing level 100, dus... hier heb ik nog large plate metal, als ik me niet vergis. Ja. Oké. Nou, vooruit. Vooruit maar weer. Hup. Oh, god. Wat een beest. Oh, wat een beest. In één schot dood, dat wel. Ai. Jij een gigantisch beest. Oh, ja. Dat is open nu. Waar moeten we heen? Kunnen we hier eruit? What did you need? Yes, what did you need? Niks. Helemaal niks. Hup. Hup. Oh, ik zie er aan de overkant iets. Even kijken of ik daarbij kan komen. Moet ik dan... Nee, dat kan ik niet blinken. Ik kan. Wat ik wel kan doen. Is. Even zien. Kijk eens aan. Hoppa. Zo doen we dat. Wat is daar? Potion of Plentiful Healing. Yes. What en een knapzak. Oh. Ik kan er ook wel gewoon zo springend bij trouwens. Dat is niet helemaal zoals het hoort. Maar... Oh, dan mis ik wel de hele tijd. Nou ja. Pech gehad. Die potion interesseert me ook niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Waar gingen we ook alweer heen? Hier, denk ik. Terug naar de brug. Ja, oh, dat deed best zeer. We gaan hierheen. Even muffel. Just head for the door. Doen we dat. Conjuration increases. Altijd fijn. Nieuwe leveltjes. Straks weer een perk mogen uitkiezen. En welkom in de courtyard. We've made it to the courtyard. Oh no. Oh no. Wat nou dan? Wat is er? Oh no. Serana? What happened to this place? Everything's been torn down. The whole place looks, well, dead. It's like we're the first to set foot here in centuries. Ugh. This used to lead into the castle's great hall. Looks like my father had it sealed up. I used to walk through here after evening meals. It was beautiful once. Oh. This was my mother's garden. Do you know how beautiful something can be when it's tended by a master for hundreds of years? Oh, fast. I would have hated to see it like this. Wait. What's this? Full Moon Crest? Je moet maar mee. Misschien voor de quest. Something's wrong with the moon dial here. Some of the crests are missing and the dial is askew. I didn't even know the crests could be removed. Maybe my mother's trying to tell us something. Okay. Ah. Dus we moeten de missende crests vinden voor deze moon dial. Waarom niet? Ik ben er nu toch? Crescent Moon.
Crescent Moon, die komt dan, als het goed is, hier. Nee, niet. I'm telling you, there's something strange with the moon. Daar. Er moet nog een paar zijn. Ik kan het niet helpen, maar ik wil al die ingrediënten altijd hebben. Hier ligt niks in de... Nee, oké. Ik ben dol op potions maken, namelijk. Vooral als je gaat craften, dan is het gebruik van potions aan te raden voor de mensen die, zeg maar, het allerbeste willen maken. Want smithing potions en enchanting potions, die maken het wel dat je echt heel goed kunt worden in dit spel. Ik ben er zelf nog niet al te veel mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel iets dat ik ooit nog een keer gedaan wil hebben. En daarom ben ik ook een vampire character. Want vampires en necromage, zoals ik ooit wel eens heb uitgelegd, die twee samen zorgen ervoor dat je het allerbeste gear kan maken in het hele spel. En ik ben best benieuwd hoe sterk dat is. En in hoe weinig slagen ik bijvoorbeeld een draak kan ombrengen. Goed, ik ga nog even zoeken. Ik ben er waarschijnlijk al 3 keer voorbij gelopen, maar er moeten nog meer quests zijn. Oh, wat is dit? Ik had de laatste quest gevonden, de Half Moon quest. Lag daar gewoon in het water. Very clever. I've never been in those places before. Well, at least we're getting closer. Let's go. Let's go. Hier niks? Nee. Zo, muffel aan. Boog aan. Goud. Mensen, laat ik overal goud liggen. Oeh, fancy. Heel fancy. Nou, hier is nog recentelijk iemand. Recentelijk nog iemand vermoord. I don't know what might be around. Troll fat. Ik weet niet wat dat is, maar ik wil er niet in vallen. Oh, hallo. Allemaal skeletten overal. Kom op, jongens. Nice. Oké, even kijken. Wat is hier allemaal? Is hier iets boven? Even vlug kijken. Nee, is allemaal ingestort. Het is echt een heel oud deel van het kasteel. Oh, een beest aan de muur. Oh nee, niet nog meer spinnenwebben. Oké. Oh man, wat is... Oh, jeez. Gargoyle. Een brute nog wel. Oh man, daar schrok ik even van. Oars, garnet, nog wat oars. Ja, dat schrok me wel even af. Maar dit loopt dood, ook handig. En dit dan. Roll of paper, wauw. Oh. Ik hoor weer wat skeletten. Met armor aan. Hoppa. Oh man, nog zo'n beest. Oh, dat was mis. Uh-oh, detected. Wat heb je voor me? Oh, hallo. Nice shot. Wat is hier? Niet nog zo'n beest, hopelijk. Oh, hallo. Ik zie hem niet. Who's there?
Oh, daar. De sniper. Hoppa. Loopt dood. Eventjes voor de zekerheid. Nee, oké, dit is een echte gargoyle. Dit is gewoon een standbeeld. Zoals het hoort. Kan ik hier omhoog? Nee. Oh, hallo, Mr. Skeleton. Oh, die heb jij gesummoned. Oké, dan is het goed. We're getting close. I'm sure of it. Mooi. Maar waar is close? Waar moeten we heen? Oh, hier. Hier omhoog door de deur. Wat gaan we proberen? Eerst maar eens omhoog. Hoppa. Honed Ancient Nord Battle Axe. Hele mond vol. Op boeken. De meeste die heb ik wel eens gelezen of gezien. Scroll of Firestorm. Mooi man. Prachtig. Waar gaan we heen? Oh, het zal niet comfortabel slapen meer. Red ik het net naar beter bed. Dat pakket. En wat is hier? Een gigantische kamer. Dit lijkt echt zo'n kamer waar zo'n gigantische arena battle gaat plaatsvinden ofzo. Straks allemaal waves van monsters achter elkaar. Oh, daar zit dus een gargoyle. Deze zal wel weer echt zijn. Nou, dat deerde hem niet. Oké. Chop. Prachtig. Oh, je healed. Ondoden die healen. Dat heb ik echt nog nooit gezien in geen enkel spel. Oké. Ja, dat dacht ik al wel. Weet je wat wij gaan doen? We gaan even iets anders doen. Gewoon puur voor de grap. Oh, scrolls. Firestorm. Alsjeblieft, dankjewel. En ook wil ik eventjes... waar staat die? Shout. Become ethereal. Zal ik je uitleggen waarom? Als je ethereal bent en je gaat een spel opladen zoals deze... word je tenminste niet gestoord. Hoppa. Dat is een passende firestorm. Was dat niet cool? Nou, Serana is niet onder de indruk van mijn fantastische spel. Goed, hier was die skeleton, ja. Daar hebben we niks aan. Waar is nou ergens een deur open gegaan dan? Ik heb in die hendel getrokken. Oh. Ik zag daar wat bewegen. Ja, daar is het. Even kijken, hier is nog één. Chop. Oh, jongens. Sentinel gargoyle. Oké. Hier, in je rug. That will teach you. Hoppakee. Boars. Oh, too much to be able to run. Het is weer zover. Zo, hier is een expert door lock. Er zal weer iets achter zitten qua een kist of iets dergelijks. Als ik hem weet te vinden. Dat is natuurlijk wel vereist dat ik hem kan open krijgen. Oh, hier. Ergens daar. Oké. Hier zo. Nee. Nee. Oké, wel bijna. Yes. Lockpicking increased. Wat is hier? Potions. Ik heb Serana heb ik eventjes het meeste van mijn spul gegeven. Oeh. Hunting bow.
Ancient Nord, wel allemaal Ancient Nord weapons. Dwarven Battle Axe of Freezing. Oké. Okay. Netjes. Leuk. Gratis spullen. Is altijd mooi. Wat is hier? Ik hoor een Bone Man. Een Skellington. Uh-oh. Dat heeft nogal wat. Oh. Moet je nou altijd weer de doden op? Oh man. Wauw. Hey, rustig aan. Ik ben er ook nog. Alhoewel, niemand ziet mij. Komt nog één aan. Wauw. Ah, oh, je redt je wel. Oké. Okay. Dus hier. Niks bijzonders. Hier omhoog? Ik denk het wel. Man, dit is een lange dungeon. Wolvenkop. Het goud. Zenithar, amulet. Altijd handig. Troll skull. Heel veel gewone skulls. Potion. Hmm. Man, oh man, dit is groot. Het houdt me niet op. Oh, daar ben je weer. Mooi. Ach, jongens. Hier. Zo doen we dat. Goede orde. Hoppa. Done and done. Zo. Wat is hier dan? Jongens, hou eens even op met gargoyles. Episch gevecht tussen twee gargoyles. Jij moet echt de laatste zijn hoor. Ik heb er nou genoeg van. Oh, daar staat ook nog één. Die is van steen, oké. Okay. Vampire Royal Armor. Ik denk dat er een kind of secret passage around here. Royal Vampire Armor. Secret passage. Nou, we zijn alweer flink een eind onderweg. En ik denk dat we die secret passage de volgende keer maar weer even moeten gaan vinden. Daar hangt een drakenkop trouwens. Dat is ook uniek, moet ik eerlijk zeggen. De enige die ik ooit heb gezien is in Whiterun. Maar goed, dat was het weer voor deze aflevering van Krimi TV Skyrim. Volgende keer gaan we verder en zoeken we een geheime passage in de kelder van Volkihar Kasteel. Dus ik zeg, bedankt voor het kijken. En tot volgende keer bij Krimi TV.